In jaren 80 maken de punkband Strawel te furoren in de Friese woorden. Keihudde muziek, maar roege Friese teksten. Er werd zelfs een term van betocht: Willepunk. 20 jaar later treffen de bandleden elkaar weer om nog één keer in de rol van Willepunker te kroepen. Strawelte is een Friestalige band die opereert vanuit de Friese wouden, buiten Portenomgeving. En we spelen ze nu en dan in Friesland en heel enkel misschien eens daarbuiten. We hebben de laatste optreden gehad, dat was dan op een klei, zeggen ze dan hier. Dan heb je allemaal van die kleine dorpjes en dan zijn we laatst één keer geweest. En dan zijn ze nog nooit van ons gehoord. Ja, misschien is het een keer een stukje in de krant of zo, maar zulke delen van Friesland heb je nog niet gehad. Planning. Maar goed? Ja, dat is best. Ja? Met hem. Ja, best, jongen. Nou, welkom. Ja. Zo zal het als eerste, hè? Ja. Ja. Hoe is Keel? Ja, ik ben Keel. Zo is nog een pet op de boom, ik denk eigenlijk. Maar Paul, die komt nog. Paul mag nog komen, ja. Ja, ik ben alleen een keer naar hem. Ja. Ja, dat zie je niet meer. Nee. Over. Dat is toch Paul net echt... Dat ik net zie, jongen. Toch? Nee. Misschien wel. Nee, ik denk... Jouw genoeg. Kerels! Kerels! Alles goed? Ja, goed jongen. Altijd. Popstra. Nee jongen. Heb je niks verloren? Maar die tuin aan ons. Nou, nee, nee, nee. Slappe de hazen. Wat wordt dat? Nou ja. Zucht er goed uit, jongen. Heb niks verloren? Dan houdt toch zwaar hier. Zwaar. Nee, meer verloren. Weet dat het hartstikke niet. Ja, vroeger. Met name in die woorden dan een hele populaire band. Muzikaal, dat zei ze zelf ik al de eerste niet dat taai houden. Stel dat net zo'n hele protofoor, ik vind net geen virtuoos. Nou, het is punk, hè? Punk, je hebt een virtuoos te wezen. En de klootste helft van noemen ze een beetje Belkonjatten. Dus dat was het punt net. Het punt was dat ze toch wel meestal Belkon brachten. En, ja, toch zaal vol joegen en dat toch een feest van maken. Hè. Je kent toch een soort verklanking van die Woordfriese mentaliteit. Dat is wat die band wel tekent, want dus het randje van die Woordpiekse ziel. Er is eigenlijk een term voor betocht destijds? Ja, dat weet ik. Willepunk. Toen ik seks en zandje weer kwam de punk op en ik weet dat wij zochten echt een punk. Dat weer net op radio, dat weer nou, uiteindelijk in de Panorama lidstikje en wij zochten echt om punkmuziek steeds maar. En uiteindelijk koos de LP's van Sex Pistols Cry, dat dork even. En dat begon te leven in Friesland en dat zak ik weer wat in, maar toen dacht ik al, dit kan net genoeg geweest zijn. En toen kwam de Strawelte en die deden dat ik nog in het Fries. En ik dan weer op hun eigen manier en dat weer logisch. Ik snap heel goed dat jongens he, vanuit de woorden zeker, die woorden die punk weer beleven, maaimaatsen en vielen en het weer er. En dat weer gewoon wichtig. En maar nou de hamvraag. Huh? Waar is Harry? Nou, ik heb een brief gekregen, ik ga hem bellen en wanneer ik leed weinig van Bjerre. Maar ja, smoorde ook op baan en hij werd nou bij Antwerpen in de buurt. Dan wil wel spelen met een drummer, zeg je? Dan gaan we een oor de hout hakken erbij hebben. Mooi. Maar het zal wel lastig in het denken, want... Drummer ben wel te vinden, toch? Kan wel wat er net al de goed was, dat is het probleem. Nee.
Wij gaan drummer van. Nederlands kampioen airdrum, oftewel luchtdrum. Maar waar is het? Ja, mijn broer. Vroeger had hij van mij, hè? Dus ik bedoel, en, toen een man naar bio kon komen, woord, van een kleding. De drummer redde dan mee, dus ja, dan moest er een bij. Nou, ik weet er vroeger ook wel bij. Dan zijn er nou. Proberen we het eerst maar eens. Maar. Ja, ik moet eerst bedellen. Dus muziek, het slaat om bij het publiek. Het is freestalig. Ik bedoel, je bent in Friesland, dan speel je freestalige muziek. Ik bedoel, het mag toch, ja, dat verstaan de meisje. Oh nee. Lid is een stukje jaren. Lid een stukje jaren. Wat best toch leef, lekker riezen in december. Toch geen zin, je laat het mij gewoon. Zij iets, weet je. Ja, nou, wat oude rijden, hoe we hier en mooie weven vooral. En, ja, en hoe de plagen hut op Harkema ter Heide en Sagerdert ze wordt, hè, en hoe, ja, wij zullen we net doen. Alles wat haalslag en zoetenbrei en ja, net een lekker koeien melk en zo, dan red je het wel. Ja, zo'n beetje. Freeds en Satries en Snijs gingen we ook maar niet door dat we de kroeg in en bier drinken. Dat werd op een gegeven moment te vervelen. En, toen bleek in een kwartling in boeten passen en oefenen om te wijzen. En daar ben ik toen mijn mannen wat heen gegaan. Gewoon eens heel vrij blij om te zien wat er gebeurt. Ja, van die ene komt te horen en zou je niet een keer steen je muziek ermee zien. Zonder dat je muzikant bent. En waarom moet je dat? Uit verveling. Buren om toch het weekend te breken. En ja, muziekmeisje, herriemeisje, wat razen en wat schreeuwen, dat was natuurlijk geweldig. He. Dat mocht er. En die in woord ik wel eens, maar ja, dan hier staat in een vermaan vingertje van de Herman dat. Als je ergens wat uitvreten. En dat mocht er, mocht dat wel, dan kon je maar je eigen ding doen. Ik ben een jongerenwerker. Ik werkte voor 20 uren in Kwartling in Boekenpost. En ik werkte voor 20 uren in het Vormingsinstituut. Vroegtijdige schoolverlaters. Dus, en een onderdeel van dat project weer dat ze muziekmeisje kon in Kwartling. En hier, dat deden we Oudij en Jannes kon dan de bandjes er al in. Zadwaande is foppen. Ik zei van Claire, heel simpel. Dan komt ze bij mij in een paste oefening. En dan is Claire. Dus zij is het in zegt. Ik had niet zoveel mijn muziekcarrière, had ik nog een andere carrière. Ik werk namelijk als kok, als chef kok momenteel, die het Wapen van Grauw. Ik zit al zo'n fietsje hier in het vak en dat is eigenlijk is wel wat, dat is wat te vergelijken met muziekmeisje. Dat is het componeren van iets, van verschillende ingrediënten tot iets. En dat is eigenlijk met de muziek ook het geval. Alwin heeft voor de tafel al een snarigheidsjes. Mooi chef. Ja, dit is ook zo'n hobby ontstien en uiteindelijk is mijn vak geworden. Ik heb het voor een opleiding geweest. En ja, dit is een geweldig vak. Kijk. Dus, ja, van de muziek ken ik het leven dus. Dat trek je niet meer hoor. Dat is een nerd, jongens. Dat trek je hoor. Dan maak ik website, hoe je dat in het Fries? Ja. Op deur je om dat een beetje onder de mensen te brengen. Ja. Nou ja, ja, je bent toen niet mee zonder website. Alsjeblieft, zeg wel dat niet meer. Dus als wij daar wat mee komen willen, dan. Dan maak ik een foto op. Ja. Ik ben bezig om uw website te lanceren: www.strawelde.nl. En om toch een beetje publiciteit te krijgen, zijn de meesten die te verstaan van ICT, een ICT-bedrijf, die zei de man ergens de zaak hacken. Hacken? Ja, hacken. Want het kind mijn computers uit te steken. En hacken in uw stierperk, wie altijd nog, dat een bouwhacken, dat de heerst nog wat onduidelijkheid of het nog goed door, ja of nee. Maar
Dat zullen we aan moeten zien. De bedoeling is, door dit is de eerste analoge hek op de wereld. Ja, maar je hebt dat hek dus... Heet die doorblok? Die meest van het ziel kennen er hier net in, dus alles gaat op zwart. Je komt er natuurlijk net in. Nee, en we gaan nog wat ijzen. Je moet wel even wat ziel maken. Dat hoeft niet te zeggen, Alex. Ja, maar we moeten wel even goed aanpraten, dat je hem daar recht even... Wat best van u zwem? Ja, dat weet je wel! Je komt er niet! Actie! Kom! Je moet is dit nou, joh? Terwijlte, dat is een redelijk 10 uur carrière start. Dat is de maffe band die moet bijmaken. Maar die echt de band van de stunts wist. Oh. En nou ja, dat vind ik wel mooi, dat lijkt mij wel wat. En wat is de mooiste foto die ze maken? Nou, dat we in de point, met afscheid. Afscheidsconcert. Dat we een Rolling Stones tafereel in Friesland. Dat we echt. Weer de bom en de bom en de bom vol. En warm. En ach. Ik denk een plastic kwart. Toch wel een aardig plakje vinden. En dat weer daar boven het podium. Daar is van die Tempex platen. En die hangt er wijs goed. Nou, bedankt. Dat is trouw wel. Ja, je weer. 29 juni. 99. Je hebt over 900 kaartjes verkocht hier. Is die heel kapel meest naar boeten. Het vibreerde hier dus eigenlijk hier, als dan denkt van hoe wie het hier en nodig je op dit moment zien en het komt Oliver in mij op, dan denk ik van ach jongens, het gebeurde hier maar. En we hier saffelen ben hier we gek in de kaf. En wat eigenlijk, ja, maar wie een ben van buurs om de hoeken, wie hier geen sterreluurs. Ik weet ik nog wel van dat Paul uit het Loekwijk kwam. En je blunt eerst een beetje heen. Alleen nog, je ziet naar mijn trein man om touw te loopen. En die moest worstelwijken net naar beneden donderen vanzelf. Dus op die oude video-opname, dus joh, dan zak het er niet een keer weer klets, een stukje naar beneden weg klets. Maar ja, toen stierde hij beneden. En toen, ja, Paul daar zat uit het look. En toen, de bolero weer die en het huile podium hier, Tato Rinto hiet die jongen. Die had een huil doek had er hier, van een Romeinse arena had er hier maken. Van dit is de arena. Hier gebeurt het voor het laatst. En de mannen in mijn helms op en huil al in die Romeinse kledij. Dit is de arena van Sterwelde. En dit is het einde. En dit is het. Lid maar komen, lid ze maar opverretten. Het laatste nummer gaan we het spandoek omhoog halen. En nou jongens, gratis drinken op kosten van de band. Dat we alle winsten weer voort. Nou maar ja, dat die dan gaat wel een onvergetelijke jongen. De kracht vind ik nog steeds Hugh Capel Mason huis onder Scott. En dat weer juist het sterkste punt. Hugh Capel Mason die een hele mooie stunten. Want ze woon heel groot worden, heel beroemd. Maar vanaf die één, bij wie gewone Mason bleun. De teksten gaan om gewone dingen. Wie gedroegen is als gewone Mason. Wie een ik dronken en wie een ik foute dingen. En dat weer de kracht. Strawelte wie het publiek wie Strawelte. Punt uit. Verder niks. Kom maar hier! Ja! Yeah! Welkom bij de Pax. In Friesland vooral bekend van de kranen en de vrachtauto's.
Maar zoals je hier zien kunt, doen wij nog wel iets meer. Dit is de Nijbo-locatie, dus Nijlocatie in Jereveen. Logistiek, transport, dat is het verhaal. Ja. En wat is die rol in het bedrijf? Het is een familiebedrijf en binnen het familiebedrijf ben ik de derde generatie. En ja, ik jouw leiding op het geheel. En hoe groot is dat? In meeskunde druk is het bedrijf ongeveer 400 meesken. Over heel Nederland. En daar ben je ook directeur van? Daar ben ik directeur van. Ja. Dus de punker van Doe is zakenman worden? De punker van Doe is nog steeds een punker. En in de part-time daarnaast ben ik ook nog zakenman. Kerst dat riem je mij deze functie? Als er wel eens rocker op dat waterrockpodium stierst. Ja. Dat. Nou ja, ze zeggen altijd, je moet de privé en zakelijke scheiden houden en dat geldt in mijn geval gewoon twee kanten op. Dus dat is prima en dat meesten ze daar wel eens te horen of dat met riemje kennen, dan nou ja, oké. Je zit er dan niet bij? Daar zit ik niet bij. Nee. Iets wat u wel heel veel vormen had, is weer de reis naar Rusland natuurlijk. Dat die op zich een belevenis. Hoe kwam je daar? Er had ooit een keer een voorronde geweest van in Dokkum, van een muziekconcours. Daar was een jurylid, mij Ernst Langhout, en mij. En die jongen die kwam erbij. En die zei de link van wat zie je, want die kwam uit Litouwen. En Litouwen en wie toen bezig om onafhankelijk te worden van Rusland. De Litouwse cultuur die kwam oorheen met de Friese cultuur. Nou, toen wie hier ik naar jaren dat wie in Fries dienen, ja, toen wie de match weer maken. En toen zei ze nu eens van, ik wil dat jij in Rusland komen te spelen. Ik zei, dan geven we dat aan, jong. Tuurlijk. Yeah! Wij zijn er met mijn oude bus heen gegaan. Die we zelf ombouwd hebben hier tot camper. Ik weet nog dat de verhuurder dit echt shirt van die tijd, van dat ding. Want die heeft zijn bus op een hele andere manier omkring dat er ooit voortgang is. Ja, die een hele gezellige rijdende kroeg weer. Bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Hebben we toen nog een nacht sliep met noodgedwongen. Het kenteken van de bus is die net op uitnodiging of zo. Dus ja, nee, ik ging maar waarom. Nou, dat weer een van doel. Ja, toen hoorde Maas, toen is het regelen en toen is het over goed komen. Maar goed, ja, het weer heel onderneming te komen, ja. Hier is totaal geen idee wat die stier te wachten. We stier de Gestapo, of goed zo'n hitte, die de orde wacht. Die stier er mijn p 100 man in kring bovenop de tribune. En ja, die meisjes zijn helemaal gek, die zijn helemaal gek. Want die zijn, dat maken hun exuit worden spelen. Altijd maar spelen worden. Ze zien toen nog nooit buiten Friesland spelen op een optreden op Endenaai. Maar goed, dat weer van net meer dan 200-300 man heel goed. En derde winnen toch iets van 1500 man. En zijn we toch een beetje weer beide keren op een wat festivalachtig iets. Beide keren in sporthal. In sporthalachtig rondes. En zien we dan beide keren de haatact. En het publiek dat Brusselseel was een beetje oud. Tamelijk letterlijk trouwens. Van het podium. De stien de god niet. Dat is echt. Dat is een roeg, dat is normaal. Friesland. En we zeggen Holland en Friesland zo. Dan heb je een sterrenstatus. Een meisje wil een handtekening hebben en die scoren die de broek van de kont. Want ja, die broek die met mij en de t-shirt met mij. Want, ja, een hele aparte belevenis. Beatles tafereel zijn gewoon mijn handtekening, kleedkamer op slot en dat soort dingen. Want dat nou, ik kijk vooral die erop aankomen en dat soort dingen. En de, ja, dat had voor u een hele omslag geweest. Vooral na die tour is het echt alleen maar bergopwaarts gegaan bij u. Je bent hier bij VDM in Droegeham, een houtskeletbouwer. Ik ja, daar is een stukje balen voor je. 200 tot 250 wenkjes op hierbasis bouwen we hier.
De elementen brengen we naar de boot die we daarin zetten. En al met al verzorgt het VDM toch van 120 mensen een stukje eten en drinken. Ja. En wat is die rol hier? Ik ben inkeper. Dus inkeper van mensen, materialen, chancen en zorg je dat het proces hier goed verrind wordt, wat alle materialen onbelangrijk. Dus heel wat oorzaak het punk besteden? Nee, eens net. Eens komt de boel ringen. Ik ga protocollen in mijn werk. En ik ben vrij achter de schermen vrij druk bezig om mijn zaken goed van me te krijgen. Bij mij horen we wat en houden we wat door praten, maar als er op aankomt, dan geven we ervoor. En dat is eigenlijk in meester wel dat ik zo. Van de boerderkant liggen we dat we alleen maar feest gaan willen. Maar Klaas, de manager en de hele groep eromheen, die hadden de zaken gewoon perfect van me. En dat komt wel eigenlijk wel in met het game wat je doet. Moet ik 900 mensen zien? We hebben graag 900 mensen op je moment. En ik het brengen. Ja. Hier naar noemen. We maken nog denk gewoon tekst. In Fries of worden we nou internationaal? Ja, 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 ja. Maar nooit Engels. Je hebben nou helemaal in het begin, je hebben Engelstalen. Je hebben Engelstalen. Ik vind het mooi hebben een statement meisje van Sahid, Sahid is er wel te klonken over de 30 jaar terug in. Ja, is 6 ook goed? Mag ook, mag ook 3. Voor mij gaat hij bij 7 weer zweven. Okay. Wanneer is dat in begin? Als Sjoerd erin komt, dan is het hele nummer gewoon zoals normaal. Oké, proberen we even een keer. Als Sjoerd erin komt. Alles wat ik doe, wie nee. Naar een studio gaan. Voor het eerst van je leven in een studio zitten. Dat wie iets. Ja, de lesje over de aardschok. Die en die band zit in de studio. En ze heeft die foto's van. Met een mengpaneel en glazen wandjes. En prachtig. Dan zit je zelf in de studio, is een hoogtepunt. Wij zijn de working class heroes. Uit de warm. En ja, en punk vind ik makkelijk te spelen. Twee, drie akkoorden. Dan koos al een heel eind die kant uit. Dan hier samen een stuk op zingen noemen. En dat wie dan eigenlijk wel de ultieme stijl voor de heren die dan beperkt spelen konden, zeg maar. En dat wie je niet eerlijk zei, iedereen die een beetje gitaar speelt, koor, twee akkoorden speelt, koor, die zit in een punkband. Ja, die muziek stond je altijd alone. Van Lids Jonk, ja, 13, 14 jaar, toen kwam de eerste LP van de Sex Pistols uit en toen voel me met Kwatsi. Maar wie toen het eerste John Travolta en ABBA, dat weer de muziek. En op squalfeestjes weer dat ik de muziek die draaide werd. En dat heel rolgang dan weer een keer Kiss. Ja, dat weer mijn muziek net. En toen kwam de punk. En toen heb ik zoiets van, ja, maar dit is wat ik mooi vind. Geweldig. Een prote herrie, een prote kabaal. Geen achterliggende gedachte erachter van politieke of weet ik het wat, of een verhaal. Nee, gewoon lekker roeg. En dat paste me op. Van 50 bakte woordpitten en 1 euro voor de boekhouding spelen ze terwijl op 4 juli 2008 hun de kloten van het leven. Op Woordrock 2008. Ja. Wat zit er in de pot? Alles in de baan? Nee. Dat is juist. Nee. Dat is ook een ander. Ik heb wel heel stoer aan, maar ik denk dat we gemiddeld bij alleen wel trainen kunnen. We zeiden wij bijna voor 12 woorden van Janne. Mensen zijn helemaal gek. Hij neemt mij die mee. Ongelooflijk. Wij nemen geen mij. Kan er op omvallen, hè? Ja, dit wie. Dit wie echt ongelooflijk. Ja, dit wie net. Dit. Ik ga je winnen voor je. Werkelijk weer. Ik kan je net doen.
gewoon stil van, jongen. Ik gewoon stil van. Echt weer. Neem maar opbroeming in. Ik denk, tijd voor mezelf. Ik heb de blik, ik. Ik ben er nog onder indruk. Vriend. Hoi. Harry Beet. Hopstra. Doek er eens een lekker boom. Oké. En op het moment eerst achterom sporten. Je moet er eerst gewoon even achterom sporten. Nee, bij. Lekker vrij ver ben je met de man. Wie ben druk de man met de clip van Doutsen. De man van Doutsen. Toen denk ik beulen, jong. De ware mossing, denk ik. Dit ben ik de oude fans van vroeger. Ja, dit ben ik hier nou. Nou, wie had je hier een aantal mensen die mij en al, ik denk wel 100 prof en prof overwinning en amateur overwinning binnen mijn fiets. De gebroeders Veenstra hier uit Harkema. En ja, maar ja, die ben nou de... Die strawelte wat mijn hut fietsen? Fappen hier alles mijn hut fietsen. Ja, strawelte hier alles mijn hut. De eerste mensen die wat mij strawelte nodig gingen, zaterdag, sneur zit dat, zaterdag weer het fietsen. Om de toast op te wekken van de zaterdag jongens. Ja. Geweldige band. Ja. Dat bieden ze geweldig hoor. Ja, de losheid, hè. Want ziet nergens mij. Alles wat ze onderwijs zien kwam qua tekst, dat werd opgenomen in Veskes. Dus ja. Goed en beter. En een beetje het praat van deze contraien. Dus dat die, dat is geweldig. Ja. Dat ben ik een hutfietsers, hè? Ja, fietsers. Dank maar. Ja. De Wien die zei van ja, maar omdat we Friestalig zijn, bla bla bla, maar we worden warm met Duits en Kroes. Ik zei dat is prima, maar ik zei, er zit zoveel verschil in aan, hou de politie op je dak. Ik zei dat Famke is 25 jaar jonger dan wie ben. Ik zei, gaan mensen meer in uw leeftijd. Dus zo ontstien je dat van ja, we de waan willen, maar we is de waan met de mem van Doutsen. Nou zou ze het noemer ontstien. En zo ontstiert eigenlijk de clip nu ook weer van wat in verlengde weer past van het noemer. Gewoon de oude meute weer een beetje binnen. Maar. En op die manier een clipje meidje waar de fiets weer nou net centraal in stiert, maar we oor weer een onderdeel van is. Ja, geweldig. Ja. Het sintje dat kinder strak. Ik zoe een blokje om, net een let weer om. Op fietske mijn gemak. Maar bij eerste maar rek ik in de war. De vrouwens die op wij. Ik zei een paar dingetjes, er werd ook juster. En ze zei, goed door daar maar. Jarmen, en ze zei, kom dan maar bij. Jarmen, ze raakte niet van de fiets, ze boeken van Tjelits. Kom dan maar. Maar is mij, ik had hier volgens keer en misschien wel meer. De dijk die is nog lang net bij. Ze pakte mij toen mee, dan kom je uit de neus. Die straat zie je dicht, ik lekker uit de dier. Toen ik jou weer dacht, dan gloeide er wat prachtig. In eerste maar een felle strijd. Die armen, die armen, die armen, die armen, die armen voor Doutsen. En ze zei, kom dan maar mee. Op tv en in het trant, zoek een foto van die baan. En denk ik hoe het kan, misschien is het wel Doutsen klant. Ja,